Het is weer tijd om een interessant aandeel te bekijken. Lijkt misschien een saai bedrijf, maar wel een bedrijf of een aandeel in ieder geval wat interessant gewaardeerd lijkt. Want volgens mijn berekening is het 50 tot 100% ondergewaardeerd tegen de huidige koers van dit moment. Waarom ik dat denk en hoe ik dat bereken, dat bekijken we in deze video. Laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Op dit kanaal kijken we naar financiële onderwerpen, niet altijd per se vanwege het geld, maar wel juist vanwege de vrijheid en de keuzes die geld je kunnen geven. En zoals gezegd in deze serie, de eerste video van de maand, gaan we altijd kijken naar een interessant aandeel, een aandeel dat mij interessant lijkt. En het aandeel voor deze maand is FoodLocker met tickersymbool FL. Foodlocker is een Amerikaanse sportkleding- en schoenenketen... die haar hoofdkantoor in New York heeft... en in ongeveer 28 landen over de hele wereld actief is. De keten staat bekend om de bedrijfskleding van de medewerkers die ze dragen... want die lijkt namelijk op een scheidsrechtersuniform. Ook in Nederland hebben we natuurlijk Foodlocker-filialen... maar het aantal filialen neemt de laatste jaren wel af, wereldwijd gezien dan... waren er in 2015 nog 3423 winkels... Eind januari van dit jaar was dat gedaald naar nou, net onder de 3000. Dat waren dus eigenlijk filialen van zowel Foodlocker. maar ook van andere winkels die tot Foodlocker behoren. En je hoort zelfs eens ooit in het nieuws dat andere landen. vinden dat Nederland een belastingparadijs is. Nou, wij kunnen dat moeilijk voorstellen als wij belasting moeten betalen. Maar als je gaat kijken naar Foodlocker. en de jaarrapport van afgelopen jaar. dan zie je ook een bijlage waaruit eigenlijk blijkt. dat Foodlocker ook wel denkt, in ieder geval, dat Nederland een belastingparadijs is. Want wat je ziet is dat Nederland vaak zeg maar, een van de plekken is waar een, uh, waar een BV gevestigd is. Ook al is dat vaak misschien wel voor een ander land bedoeld. En als het niet Nederland is, dan is het wel Delaware, een bekende plek in Amerika, waar ook juist de belasting heel erg ja, vriendelijk is, laten we het zo noemen. En in dat jaarrapport komen we ook risico's tegen. Dat zien we heel vaak gebeuren. Het is vaak een manier om uh, investeerders in het aandeel ook bewust te maken van de risico's. Vaak zijn deze heel algemeen, heel voor de hand liggend. Maar dat is er eentje die ik eventjes wil behandelen. En ik raad dan wel aan om, mocht je gaan investeren, vooral te kijken naar de andere risico's. Maar degene die ik wil bekijken, die gaat juist over de mall traffic, oftewel het aantal bezoekers uh, in een winkelcentrum. Uh, want ze geven eigenlijk aan dat ze daar juist sterk van afhankelijk zijn, vooral ook in Amerika. Het aantal klanten kan dalen door de economische crisis bijvoorbeeld, door een natuurramp, sluiten van andere winkels in datzelfde winkelcentrum, gezondheidsrampen zoals bijvoorbeeld corona op dit moment. Dus het is wel goed dat het bedrijf hier dus natuurlijk ook over nadenkt. Nog beter is dat ze hier zelfs op handelen, voor zover dat mogelijk is, natuurlijk. Want ze zijn dus constant op zoek naar de beste locaties voor hun klanten. Ze kijken wie zijn onze klanten en hoe kunnen we die het beste bedienen. En dat zien we dus eigenlijk ook al terug in de winkelsluitingen waar we het straks over hadden. Als een winkel niet goed draait, als het meer geld kost dan het oplevert, dan durven zij dus ook gewoon een winkel te sluiten. Dus dat is wel heel erg positief. En wil je nu trouwens beginnen met beleggen, dan is het belangrijk dat je een goede broker kiest. Maar nog veel belangrijker is het dat je ook voordat je gaat beginnen met beleggen, dat je zorgt dat je er ook echt klaar voor bent. We hadden deze week nog een nieuwsbericht. We lazen namelijk gisteren dat 40% van de jongeren moeite heeft om er rond te komen. En 12% van de jongeren die geen spaargeld heeft. Die is wel bezig met beleggen en dat is natuurlijk niet de juiste manier. Zorg er eerst voor dat je spaargeld hebt, dat je een buffer hebt opgebouwd voordat je begint met beleggen. En als je dat dus hebt bereikt, als je klaar bent om te beginnen met beleggen, ja, maak dan pas een account aan. Doe dat bijvoorbeeld via de Giro, dat is de broker die ik gebruik. Een link vind je onder deze video om gratis een account te openen. En op dit moment hebben ze een actie waarbij je tot 50 euro transactiekosten te goed krijgt. Dus profiteer vooral van deze actie. Dat is wel in het geval dat je er ook financieel klaar voor bent. Maar laten we nu dan even gaan kijken naar de cijfers van het bedrijf. En daarvan maak ik weer gebruik uh, voor mijn eigen epische aandelen checklist om een beetje snel... En Overzicht te krijgen van het bedrijf. De huidige koers is net geen 57 dollar. We zien al wel dat ze flink omhoog zijn gegaan dit jaar. Dit is de laatste 52 weken. En sinds 1 januari van dit jaar staan we nu dus zo'n 40 procent hoger. Dus het aandeel doet het heel erg goed. Gaan we kijken naar de koers en de winst. Ten eerste de PE-ratio. Die is met onder de 6 gewoon heel erg laag. Um, heel aantrekkelijk gewaardeerd lijkt het in dit in ieder geval en ook de forward P.I. met 8,6 is nog steeds heel erg goed. Gaan we verder kijken naar de winstgevendheid, dan is de netto winstpercentage, dat is 4%, dat willen we eigenlijk hoger zien. Maar gaan we kijken naar de return on assets en de return on invested capital, die zijn gelukkig wel wat hogere percentages, oftewel het geld dat in, de, uh, in het bedrijf aanwezig is, dat levert wel rendement op. Gaan we vooral even kijken naar de omzet, de netto-winst en de cashflow. Kijken we naar de omzet, dan is die met zo'n 3% gedaald in de laatste 5 jaar. Uh, we zien eigenlijk wel continu een stijging van 7,7, 7,7, 7,9, 8 miljard. Toen kwam eigenlijk het jaar waarin corona echt een impact had. Toen daalden ze terug naar 7,5 miljard. Dus uh, we zien de omzet dalen. Maar ik denk wel dat we allemaal begrijpen waarom hij is gedaald. Omdat ju juist. Winkels gesloten waren vanwege een lockdown. Dan is het ook lastiger om iets te kopen of mensen, ja, die kochten gewoon minder. Dat zien we ook terug in de netto-winst. En vaak zien we dat sterker terug in de netto-winst. Omdat een bedrijf gewoon vaste lasten heeft. Dat zien we hier ook. De netto-winst is vergeleken met vijf jaar geleden. Gehalveerd van 660 miljoen naar 323 miljoen. Dus dat is wel een flinke afname. Gelukkig is het met de cashflow wel goed gegaan. Daar zien we dat we eigenlijk in een uh, vijf jaar tijd. dat we daar 56% erop vooruit zijn gegaan. Gaan we even verder kijken. Dan komen we vooral bij de schuldpositie. Um, op de korte termijn, de korte termijn bezittingen zijn groter dan de korte termijn schulden. Dus hier zoeken we juist iets boven de 1, heel erg positief in dit geval met 1,7. Kijk op de lange termijn, dan hebben ze meer bezittingen dan schulden. Bijna dubbelen zelfs. Um, dus ook hier gaan we kijken, juist onder de 1, alles onder de 1 is goed. En met 0,56% is dat ook gewoon heel erg goed. Het aandeel betaalt ook dividend uit. Uh, Zo'n 7% gebruiken ze daarvoor. En dat houdt in dat ze een dividend yield hebben van 1,23%. Het bedrag dat ze uitkeren is 158 miljoen. Vorig jaar hadden ze een free cashflow van meer dan 900 miljoen. Dus ze zouden meer dan 5, bijna 6 keer het dividend kunnen uitbetalen. Dus het dividend lijkt hiermee ook wel een zekerheid te zijn. Het is niet zo dat ze niet voldoende cashflow hebben of dat ze geld moeten lenen om het dividend uit te keren. Nou, Ten slotte ook heel belangrijk altijd het aantal uitstaande uh, aandelen. Een van de manieren waarop een bedrijf natuurlijk aandeelhouders kan belonen, is door aandelen van de markt af te halen, door ze zelf te kopen. Want dan wordt de winst over minder aandelen verdeeld. En heb je de winst per aandeel is dus hoger. Dus daar beloon je een aandeelhouder mee. We zien dat ze eigenlijk elk jaar wel wat van de aandelen opkopen. En gedurende vijf jaar is het aantal uitstaande aandelen met 23% gedaald. Zelfs vorig jaar nog, ondanks de crisis, hebben ze toch hier geld aan besteed om op die manier aandeelhouders te belonen. Gaan we iets verder naar beneden, en dan zien we nog de koersinformatie. Zoals gezegd, de koers op dit moment net geen 57 dollar. Wat analisten verwachten, zien we hier, is zo'n 70-71 dollar, oftewel bijna 25% boven de huidige koers. En dan komen we aan bij de score het snelle overzicht van wat we zojuist hebben bekeken. We zien dat het op de waardering heel erg goed gaat... op de winstgevendheid wat minder. Uh, dan mist, ja, de nette winst is gedaald. Uh, of ja, de, moet ik zeggen? De omzet is gedaald, daardoor daalde de winst. En dat heeft natuurlijk ook impact op dit percentage. Uh, we zien het ook dat de invested capital... als we die eigenlijk net iets hoger houden, zouden willen... maar ook dat is natuurlijk vanwege corona iets anders. Zoals gezegd... De omzet is niet gegroeid, de netto-winst is niet gegroeid vanwege corona. Maar op alle punten scoort het aandeel eigenlijk heel erg goed. En omdat ik denk dat dat te maken heeft met corona, pakken we even de cijfers erbij. Um, de meest actuele cijfers ook meteen. Hier zien we bovenaan de revenue, oftewel de omzet, zoals gezegd. Die zien we stijgen van 5,6, langzaam naar 7, 7. Dit hebben we straks in het overzicht gezien. Februari 2020 sloot ze het jaar van 2020 af. Dus dat was een heel erg positief. Toen begon eigenlijk corona. En dat zie je ook terug in het jaar daarop tot eigenlijk eind januari van dit jaar is de omzet gedaald met een half miljard. Maar kijken we naar de TTM, oftewel de trailing 12 months. De laatste 12 maanden van cijfers die beschikbaar zijn. Dan zien we al dat ze weer ver boven de 8 miljard zitten. Hoger dan. Eigenlijk waar ze twee jaar geleden mee waren. Dus je ziet dat de omzet inmiddels weer flink toeneemt. Um, waar we het straks over hadden. Als de omzet daalt, blijven vaak kosten van een bedrijf hetzelfde. Kijken we hier naar de cost of revenues, ofwel de kosten van de omzet. Een bedrijf heeft natuurlijk vaak te maken met winkelhuur, die gewoon doorgaat, vaste lasten, ook het personeel. En dat zien we hier ook. Ondanks dat ze hier minder omzet hadden. Was het bijna nagenoeg gelijk met de kosten van het jaar daarvoor? Ze hebben natuurlijk iets minder in moeten kopen. Maar verder is het, lopen heel veel kosten door. Dus uh, dat heeft ook impact uiteindelijk op de netto-winst hier onderaan. Want als we natuurlijk een hogere omzet hebben met dezelfde kosten, blijft er meer winst over. Daalt onze omzet, blijven de kosten een beetje hetzelfde. Halveert in dit geval onze, uh, onze netto-winst. Maar we zien ook hier bij de laatste twaalf maanden dat de in, uh, op basis van die laatste twaalf maanden dus de winst hoger is dan bijvoorbeeld het jaar van 2020. Toen ze begin van het jaar, uh, in februari 2020, dat boekjaar afsloten. Dus voor de crisis hadden ze 700 miljoen, het jaar daarvoor ook, ook richting de 800 miljoen. Nu lijkt het zelfs al 900 miljoen. Dus we zien hier wel wat variatie gedurende de jaren. Maar we zien juist dat er nu een flinke stijging is ten opzichte van ja, eigenlijk het... Ja, waarin corona een belangrijke rol speelde. Dus de vermoedens die we juist al hadden uh, tijdens het kijken van de checklist, worden hierin eigenlijk wel een beetje bevestigd. Altijd wel belangrijk dat je niet alleen gaat denken waardoor iets komt, maar in ieder geval gaat kijken of dat ook klopt wat je denkt. En nu we de cijfers hebben gezien is het belangrijk om te gaan kijken wat we kunnen verwachten van de toekomst. Ten eerste kunnen we daarvoor kijken naar wat analisten verwachten. Nou, kijken we ten eerste bijvoorbeeld bij TipRanks, dan zien we dat 11 analisten een voorspelling hebben gedaan. Ze hebben een berekening gemaakt en zij komen op een gemiddeld koersdoel van 76 dollar, oftewel 34% upside in de komende 12 maanden. Kijken we naar Seeking Alpha, dan zien we daar 20 analisten, maar wel met hetzelfde koersdoel van hier ook 76 dollar. En dat wil niet zeggen dat analisten het ook altijd juist hebben. Het is ook, ja, ook zij maken berekeningen. We weten niet altijd welke berekeningen ze maken, maar het is puur een indicatie die je kunt gebruiken in je onderzoek. Heel belangrijk is juist om ook zelf te gaan kijken naar een waardering. Dus laten we ook vooral zelf een waardering gaan maken, waarbij we weer eigenlijk drie scenario's voor de komende paar jaar gaan berekenen. En dan zien we hier aan de linkerkant het verleden van de laatste 1 laatste jaar, de laatste 5 jaar en de laatste 10 jaar. En die cijfers die gaan we een beetje gebruiken om te kijken wat we voor de toekomst kunnen aannemen met de drie scenario's waar we het zojuist over hadden. Dus we zien hier bijvoorbeeld een omzetgroei het laatste jaar van 18%. Laatste vijf jaar gemiddeld 3,2%. De laatste tien jaar was het gemiddeld 4,6%. Dus daarom heb ik 3, 4 en 5% aangehouden. We zagen ook dat ze telkens aandelen opkochten, ook in minder goede jaren. Uh, ook al was het misschien dan maar 1% bijna. Maar daarom ben ik uitgegaan van min 4, min 5 en min 6% in het aantal uitstaande aandelen. De winstmarge uh, die varieert een beetje. Laatste jaar ging heel erg goed, maar laten we vooral ook de laatste 10 jaar een beetje aanhouden. Daarom ga ik uit van 7% in het wat mindere geval... 9% gemiddeld, of in een goede geval 11% die ze nu hebben... dat ziet een beetje vast beter te houden. De free cashflow is ook op 7, 10 en 13%. Kijken naar een PE-ratio... Die is uh, laatste jaar 11. We zagen nu dat die lager is. Dat is momentopname. Als we gaan kijken naar de laatste tijd is die vaak zo tussen de 8 en de 10. En dat zijn ook de PI-beitjes die ik heb aangehouden hiervoor. Dus 8, 9 en 10. De free cash flow to price is eigenlijk 4, 5 en 6 dat ik heb aangehouden. En dan heb ik aangegeven dat ik een jaarlijks rendement wil van in de eerste situatie 15% rendement per jaar. Gevolgd door 12,5% per jaar. En in de goede situatie waar juist. Heel veel groei zit, ben ik bereid om iets minder rendement te pakken per jaar, omdat ik toch rendement kan halen uit de koersstijging. Dus daar ga ik uit van 10%. En als we dan die berekeningen maken, dan komen we uit met een koers van nu rond de 56 dollar, iets meer, dat eigenlijk in bijna alle situaties de koers die we berekend hebben, de waardering die wij verwachten, hoger ligt. Alleen in de DCF-waardering van uh, het, meest, ja, het minst gunstige geval is hij iets lager, dus het ziet er vaak heel goed uit. Laten we vooral uitgaan van de gemiddelde, uh, ja, het gemiddelde scenario. Dat is denk ik de meest voor de hand liggende, is mijn verwachting. En dan zie je hier een koersdoel van misschien 90, 92 aan de onderkant, uh, tot in het gunstige geval waarbij we de EBITDA multiple gaan toepassen van bijna 107 dollar, dus laten we zeggen 100 dollar, wat eigenlijk een bijna verdubbeling is ten opzichte van de huidige koers. En dan komen we daarmee aan bij de conclusie of de samenvatting van deze video. Zoals gezegd, het leek mij een interessant aandeel. De waardering, als je kijkt naar hoe wij het waarderen, hoe ik het waardeer en hoe de koers op dit moment is, dan lijkt er nog voldoende potentie te zijn in dit aandeel om zeker 50 tot misschien wel 100% rendement te maken in de komende jaren. Dus, het is zeker een aandeel dat ik in de gaten ga houden en toe ga voegen aan mijn lijstje om in de gaten te houden. En laat vooral ook weten wat jij denkt van het aandeel Foodlocker, van de waardering. Of heb je misschien juist een ander aandeel wat jij interessant vindt en wat je misschien ook wel een keer terug wilt zien in een video? Laat dat vooral weten allemaal via de uh, reacties onder deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien waarbij je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken, hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.